We zitten hier op de bank bij Bert, samen met... Brady. En Brady, hoe heet je van je achternaam? Pfaff. Wat doe jij? Want jij hebt iets speciaals gedaan. Wat heb je gedaan? Nou, ik speel bij Smeerboel. En wat is dat? Nou kijk, dat is een feest. En dan moeten we allemaal filmpjes maken voor dat feest. Juan Sanchez. In de DB-studio, natuurlijk. Kindertjes, allemaal komen. Op 18 oktober, in die Smeerboel. Hoe ben je nou ontdekt? Dat weet ik niet. Volgens mij hebben ze die buurman, die woonde daar, maar die is verhuisd bij nummer 13. Ja. En die had mij volgens mij gevraagd. Ik had mijn kind van lacht. If you drop, I'm gon' bounce. Yeah, baby, keep it up. Yeah, baby, keep it up. Yeah, baby, keep it up. Hey, en drink je ook bier? Nee, die was leeg gegooid. Baby, keep it up. En als ze nou met die opnames bezig zijn, hè, staan er dan ook allemaal mensen te kijken? Als het wel filmen zijn? Ja? Nee. Dat niet. Dus als je... Eigenlijk heb ik niemand erdoor. Baby, keep it up. Baby, keep it up. Op school, hè, kijken ze dan ook naar die filmpjes? Volgens mij hebben ze dat één keer gedaan en de rest niet meer. En wat vinden ze ervan dan? De kinderen vinden het doodgrappig. Ja? En zo. Maar die juf Lisanne, mijn juf... Die vindt het ook helemaal leuk. Ja. Maar juf Irene, die heb ik één keer in de week. Ja. Maar de ene week niet. En die vindt helemaal niks aan. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. En zou je het nou bijvoorbeeld ook leuk vinden dat je vriendinnetje mee zou doen in zo'n filmpje? Er was er wel eentje. Ja, was er eentje? Die heb ik niet gezien dan. Vertel eens. Dat was bij die speeltuin. Ja? En toen waren we bij die speeltuin ging ik met een vriendinnetje. Die heette Brit. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Je wordt nog niet echt herkend. Nee. Wil je dat ook? Well, dat herkend worden? Ja. Vind ik wel leuk dat ze dan zeggen, hey Brady, van ja. Smeerboel. Ja, dat heet Brady van Smeerboel. Hey, en hoe lang zou je dit nou nog willen doen? Zou ik het mijn hele leven willen doen, want ik vind het echt leuk. Nou, wat wil je nog zeggen? Tegen mijn opa, hoi. Tegen je opa? En die kijkt ook natuurlijk. Ja, tegen iedereen eigenlijk. Oké. Okay. Nou. Ik ben op tv! Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, graag gedaan.